Daily. Life streams. Elkavate. Seek legends. No man. Hey kijkers van Sick Legends. En ik zeg Sick Legends omdat die 0-1 gewoon nergens op slaat. Daarom. Dat klopt. Ik ben hier met Kees, de enige echte Blaziken lover fan Pokémon DDG Shizzle de Wizzle de Dizzle. Ja, dat ben ik en zo. En we hebben een aflevering opgenomen bij Kees. En dan heb ik hem een rondleiding gegeven, een soort van community tour. Een goede rondleiding, ja. Daar heb ik nog wel eens wat van geleerd. Van meester Mitch kan je heel veel leren, zeggen ze zo. Inderdaad, Kees. Ja. En we waren gebleven bij Ronald's huis en dat is daar. Als je die aflevering wilt zien en niet gezien hebt, dan moet je gewoon even op het kanaal klikken hieronder in de beschrijving. Inderdaad. Ja, dat is wel handig. Dit is een soort van follow-up aflevering. Dus Mitch, waar waren we gebleven, jongen? Bij Ronald. En we gaan door naar, wie zat daar ook weer naast? David. Oh, naar Davids huis. Maar dat kent iedereen al. Oké. Ik was dus laatst, stond ik hier en toen zat ik zo... Een beetje zo en toen opeens BAM! Creeper! Ik zo, oh godverdomme. Dat is niet goed. En toen heb ik het maar een beetje proberen te fixen, dus dit is het nu, dus ja. Ik hoop dat David niet boos was. Ik weet het niet, ik weet niet of hij het weet. We komen gauw genoeg achter. Maar zoals mijn kijker zal weten, dit is de voedselbank. De voedselbank. Oh, is dit de voedsel? Waar is het voedsel? Onderaan. Ah, voedsel! De vorige keer zei Rick tegen mij, Kees, pak maar gewoon wat voedsel. Ik zo, oké. En toen heb ik gewoon vanuit zijn tuintje wat gepakt en wat teruggeplant. En toen had ik, hij weet het niet, maar hier stond toen een pampoen. Kijk, ik loop even mee. Ja, ik loop mee. Toen was dus dit gebeurd. Dit. Dat is heel simpel. Wacht. Wacht, nee, ik ging er dus per ongeluk op eentje staan. Oh, jij bent slim. Ja. Heb je een ho? Ik heb geen hoer, sorry. Heb jij wel een stick of iets? Ja, die heb ik. Hier heb je wel stokjes. Oh, prachtige stokjes. Heb je ook hout? Oh, ik heb wel kobbel. Oh, wacht. Hier heb je wel wat kobbel. En hier heb je nog wat kobbel, en nog wat kobbel, en nog wat kobbel, en nog wat kobbel. Mijn inventory is al vol. Wacht, hier heb je sneeuw. Zo. Dat is een eerlijke deal. Dankjewel voor de sneeuw. Sticks. Dat... voor sneeuw. Ja, oké. Maar vertel, wat... Hoe gaan we dit... Oh, dat is een vrouwelijke zombie! Of nee, die heeft gewoon een helm op. Oké. Dus hoe... Gaan we dit niet fixen, nee? Ik wou gewoon sticks. Nee, ik ga het fixen. Heeft David wel hout? Of nee, sticks, want ik heb ze niet. Ik had je dat sticks gegeven, Flippo. Ja, maar ik heb ze niet. Ja, kan wel daarin. Dan pak ik eentje daarvan. Oh ja, pak wel een stack. Zo. Dit kan weg. Dit kan weg. Zo. Dat doe ik zo meteen wel. David heeft wel een echte mooie opslag, man. Ja, inderdaad. Hij heeft ook alles geordend en gecategoriseerd. En al die shizzle. Oh, ik heb de achievement Getting Wood en zo. Maar dat is zo'n fout achievement. Ja, dat vind ik ook. Maar ik snap niet waarom ik hem nou pas krijg. Oh, ik vroeg net sticks, maar ik had er al 40. Ja, ik zei het je, ik had je net een paar gegeven. En toen zat jij, nee, ik heb geen sticks. En toen dacht ik van, what the fuck, hij heeft geen sticks, hoe kan hij nog geen sticks hebben? En toen werd ik helemaal gek! Oké. Helemaal de gekste. Helemaal de gek. Heb je dan heb ik jou mooi, wacht, een ender chest. Heb je dat hout opgepakt? Ik heb hout. Ja, maar ik dacht dat het dirt was. Hè? Huh? Dit hout, wat hierin zat. De jungle wood. Ja, die moet wel terug, anders wordt David een beetje boos. Heel klein ik beetje. Ik doe het terug hoor, David. Kijk David, ik heb maar één gepakt. Geen stress. Zie geen stress. Volgens David de aflevering kijkt. Oh wacht, ik moet die ding nog maken. We raken helemaal off topic. Ja. Even. Ja, ik ga. Oké, maar vertel, hoe gaan we dit doen? Ik ga dit weggooien. En dan ga ik deze swagger ho pakken. Okay. En ik heb veel te veel iron pickaxes, die mag je hier alsjeblieft. Oh, dankjewel. Oh, ben jij toch vriendelijk, man. Ja, ik ben de vriendelijke reus. Een vriendelijke reus, zoals je je noemt. En waar is die pompoen gebleven, Kees? Die heb ik hier. Als je die in je gooi shit... Ik gooi hem even hier naartoe, dan moet je nog lopen.
Oké, maar ga het me laten zien, want ik ben... Minecraft is toch niet mijn beste spel? Ik ben beter in Pokémon mogelijk. Inderdaad. Okay, oh, dus... Hij was al gedaan, denk ik. Nou, ja, alsjeblieft, okay. Daar. Gefixt, David. Kijk, pompoen gefixt. Maar dit is een zaadje. Ja, maar het wordt dit, wat dit is, zeg maar. Nou, hoe lang gaat er overheen, denk je? Geen flauw idee. Oké, maar we gaan verder met de rondleiding. We gaan verder. Oké, dit was het Davidse huis. We hebben een mooie tuin gezien. Dat weet ik. Ik heb de prachtige Davidse huis gezien. De enige echte David. Ja, er zijn heel veel neppe Davids, dus daarom zeggen we enige echte. Oké, de enige echte dus David. Ja, maar je moet dus weten. Heb je wel eens een cracked server gejoind? Ja. Hoeveel mensen willen dus David zijn daar? Heel veel. Zeg, oh, ik ben dus David! En dan krijg ik... Oh, ik krijg ook wel eens van tweets. Hey Kees, zat je net op deze server? Want, jij zat net op mijn server. Dan wat? Nee. Oké, dit is Vakanov, Lars. Lars? Lars. Dit is zijn, een grote vee, of niet? Geen flauw idee. Ja. Dit is een ja. Dat is wel swag. Dat is best wel vet, inderdaad. Dat heeft hij wel echt fucking vet gedaan, de vee van Vakanov. En dan start hij dan in dat huisje daar, ja. En dan ziet hij zo de vee en dan kan hij dan de aflevering starten. Ik heb hem wel door. Mhm. Kijk, wacht, ik ga eens naar boven. Hij heeft geen goede trap. Gewoon kijken of het echt zo is. Ja, ik wil het weten. Oh, we kunnen niet uit het huis kijken. Wat? Oh, dat is allemaal glowstone of zo? Waar? Is dit glowstone, wat hij in de muur zet? Waar? Achter je! Achter. Oh, bro! Oh, nee, dit is nieuw glas in 1.7. Kan je niet doorheen kijken? Nee, nu kan je glas een kleur geven. Waarom zou ik dat willen? Je zegt toch bij Rick dat hij roze glas heeft? Oh, maar daar kon je doorheen kijken. Ja, hier ook. Nee, ga weg, ja. Man. Oh, je ziet een heel klein... Ja, oké. Verder. Okay. Kijk, dit is normaal glas, zie je? Ja, dat weet ik. Okay. Dit heb ik vaker gezien. Ja, inderdaad. Dit komt uit de goede oude tijden van de oude Minecraft en zo. Maar volgens mij heeft Lars gewoon hier een mini-dorpje gemaakt op deze berg. En dat is best wel vet. Ja, dat heeft hij wel goed gedaan. Dus maar... wil je nog rondkijken door die huizen of zeg je van... Nee, ik weet nou waar Lars woont. Ik weet nou waar ik mijn kippen kan halen. Ja. Het is allemaal goed. It's okay. Mooi. Dan gaan we nu verder naar... wie is dat ook alweer? Stijn. Wat Stijn? Dutch Rated. Oh, zit hij ook op deze server? Ja. Oh, dat wist ik. Ja, dat wist je natuurlijk, want je zag het op Skype. Daarom? Ja. Ja! Zeker wel. Ja, zeker wel. Oké, waar woont Stijn? Oh. Ja, verkeerde kant. Waar loop je heen? Ik sprong er verpronkelijk misschien mogelijk... Oh, je loopt trouwens tegen Wouter zijn huis aan. Oh, sorry Wouter zijn huis. Kusje erop en dan is het klaar. Oké, is het huis van Wouter? Van de Dodo? Ja, de Dodo. Dodo Games NL? Ja, dat is Dodo Games NL. Ja. Met zijn mooie vloer. Oh. Ken je dit al? Die zulk ding. Dit is klei, maar dan met kleur. Oh, bestaat het ook al? Ja. Ik word gek, allemaal nieuwe dingen. Ik ga jou een keertje in een aflevering, als we nog een keertje gaan opnemen samen ooit. Ja. Ga ik je meenemen naar een nieuwe biome en dan ga je helemaal gek worden. Oké. Ik heb er al eentje gezien. En was dat een soort van zand ding? Dat is een... geen flauw idee. Maar... Ja, het was een beetje zandachtig en het had allemaal van die coole kleuren. Ik zat er gebalst. Oh, dat is een mesa biome. Huh? Dat is een mesa biome. Mesa? Mesa. En dit is het oude huis van Joris. Het oude huis van Joris? Ja, kijk, het is nu gewoon kapot. Wat is er met zijn huis gebeurd? Heeft hij zelf opgeblazen. Oh. Omdat hij opnieuw wou beginnen, omdat hij een survival wou beginnen op Community Craft. En dit had hij gedaan voordat hij die survival begon. Oké. Het is gewoon zo van YOLO, kapot. YOLO, waterpolo. En dit is Stijn. Zijn huis. Wacht, Ice Rated. Ja. En van het kan ook een ander kanaal, dacht ik. Nee, ja, en ja, UC, ja, UC Stijn. UC Stijn, ja. Ik heb het, Ice Rated was toch gekapt, of niet? Of is dat niet Ice Rated? Nee. Ja. Nee. Maar dit is zijn huis dus. En... hoeveel subs heeft Ice Rated? Geen flauw idee. Volgens mij dat kanaal wat gekapt was. Moet je maar even kijken of zometeen, of nu, of straks, of morgen. Dat was in ieder geval een kanaal dat doet me denken aan Ice Rated en dat was gekapt. Of het was Ice Rated. Ik heb geen flauw idee, ik volg het allemaal niet. Ja, ik volg het wel altijd een beetje, omdat je zit er wel zelf in. Inderdaad. En dat is ook wat je zegt, maar dat maakt niet uit, we gaan verder.
Oh, zo, nice. Creeper. Dit is het huis van Arjan. De man Arjan, met de epische stem. Arjan.org. Inderdaad. Arjan.org. Niet .nl, maar .org. Tibia. Ja. Huh? Waar ben je? Oh, ja. Wacht, ik geloof die pressure plates heen. Ik zag opeens de deuren open gaan en dichter van, huh? Oké, ze trot me. Oh. Ja, hier, die pressure plates hier. Wacht, je moet de deur wel openmaken. Oké. Okay. Ja. Waarschijnlijk voor de zombies, want als je dat ook daar doet, dan... Oh ja, die kunnen die zombies... Ja, oké, dat is wel slim. Dit is nieuw hout, ik weet niet of je dat al kent. Acacia hout. Het ziet er wel echt prachtig uit, maar ik ken het nog niet. En dit is een mooie balkon. Ik kan niet swagger kijken hier overheen. Wow. En je ziet daarboven... Ik weet niet, heb je zin om te klimmen? Dichteraan, kan je, wie is het huis? Sam. Project Minecraft hier. Oh, oké. Okay. En daarboven zit Joris. Wauw. Wow. Oh, sorry. Ja, dank u. Ja, je mag nog niet, je mag. Oh, dat is wel heel vriendelijk. De vriendelijke reus. De vriendelijke reus. Ik hou nog open voor je, alsjeblieft. Dank u wel. Maar wil je naar Sam toe of... Ik weet het niet. Want hierachter zit Colin met Revé. Met Revé nog wel. Met Revé. Hun wonen samen. Oké. Volgens mij weet David het wel. Ja, hij weet het wel. Oké, dat is wel... Wauw. Oh, wacht. Maar vertel. Oh, wacht. Daar is het huis. Oké, laten we daar even naartoe gaan. En want ik wil wel even weten wat er aan de hand is, hoor. Het is nog niet af, zo te zien. Oké. Ze waren er wel druk mee bezig. Druk. Wat je druk noemt. Ja, ja. En ja, dit is zeg maar de Colin en de, of het Revé, of de Revé. Zijn Skype. Skype? Ik kreeg een Skype-bericht, sorry. En toen zei ik, Skype. Nee, hun huis, hun crib. Cool. Hun kribben. En ik weet niet hoe hoog hun het gaan maken, maar volgens mij best hoog. Het is wel wacht. Via een ladder. Heb je een mooi uitzicht. Steeds dichter bij het huis, zo te zien. Maar ja, dat is echt denk ik te lang klimmen. Ja, dat gaan we maar niet doen. Maar dit is dus zeg maar iedereen die op de server zit. Wauw. Dat is wel hard. Komt er even hard aan hoor. Ik voel het bonzen in mijn hart. Goed zo, Ronald. Ik ben trots op je. Jongen. Die Ronald toch. Ik ben trots op je, jongen. Op je. Zo. Oké. Okay. En dat was het. Oké, okay, ik denk dat dat dan ook wel de aflevering was, of niet? Yep. Ben je tevreden met wat je van meester hebt? Ik ben helemaal tevreden. Ik ben helemaal tevreden. Ik heb een fatsoenlijke rondleiding gekregen van de enige echte Mitch. Inderdaad. De enige echte. De enige echte. Er is maar één Mitch volgens mij. Nee, ik krijg volgens gesprekken op Twitter van... Ik ben Mitch. En jij bent ook Mitch. Hey, ik ben ook Mitch. Iedereen is Mitch. Ben jij ook Mitch? Ik ben ook Mitch. Ja, ik ben ook Mitch. Ja, dat bedoel ik. Iedereen is Mitch. Ik bedoel maar. Zoals... Dus Mitch Games. En just Mitch. Just Mitch. En Serpent Mitch Play. Inderdaad. Niet te vergeten. Gig Mitch. Gig Mitch. Wat heb je nog meer? Gaming met Mitch. Gaming met Mitch. Mitcher Games. Mitcher Games. Wacht. Heb je nog iets? Mitch. Mitch. Dat is Colijn, nieuwe kanaal van Colijn. Oh ja, ja. Vaker nog, even kijken. Just Mitch Games. Heb ik al gehad. Oh. NLG Mitch. NL Mitch Reviews. Oh ja, NL Mitch Reviews. Dan gaat Mitch zichzelf reviewen. Inderdaad. Van top tot teen. En er staat zeker ook een deel op RedTube en zo. Of niet? Nee, ik gebruik liever andere sites. Cool man. Hey, maar ik denk dat dit het einde was van de video of zo. Dit was het echte einde. Het echte einde. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Doe even een blauw duimpje omhoog. Het is tegenwoordig blauw, hè? Ja, echt kut YouTube. Oh, ik weet het. Ik zeg in elke video kut YouTube, maar het helpt niet, Kees. Help me. Oké. Dus doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op Gig Kees. Staat boven op zijn hoofd en ook in de beschrijving. Jalla. En het linkje van de video die we bij Kees hebben opgenomen is ook in de beschrijving. Jalla. En dan abonneer gewoon op ons kanaal. Volg ons op Twitter. Die shit. Ja, Kees Twitter, dat staat daar boven zijn hoofd. Ja. En mijn Twitter is @mitaboy19.
Doe dat even allemaal. En dan maken jullie ons blij. En vergeet vooral die like niet. Die is belangrijk. Natuurlijk bij de 50 likes op deze video komt de volgende dag een nieuwe online. En anders komt die gewoon de volgende dag. Of diezelfde avond komt die online. En anders komt die gewoon de volgende dag. Oké. Dus, dankjewel. En later. Later.